Aan de Steenbakkerijstraat nummer 50 staat het deftige huis van familie Vrijmersum. Vanuit de kracht van stilte, de denker. Nou, hier heb ik het handelsblad van april tot en met juni 1883. En de verschillende Amsterdamse kranten die hebben natuurlijk uitgebreid bericht over de wereldtentoonstelling. En specifiek ook over het Surinaamse dorp in de wereldtentoonstelling. Een zeer belangrijke collectie uit Suriname gestuurd. En dan, als je dan goed verder leest, dan blijkt dat het dus een collectie mensen betreft. Ja. Het heeft heel wat moeite gekost eer men de 24 mensen uit welke de verzameling bestaat, had overgehaald om de reis naar Europa te doen. Enige der Surinaamse inboorlingen op de tentoonstelling spreken vrij goed Hollands, beter dan vele Javanen. Ze maken op hun eigenaardige wijze muziek. De beide Pinksterdagen werd de tent door 6906 betalenden bezocht. De honderdduizenden mensen zijn er komen kijken in het half jaar. Dit is dus de foto van mijn vader, die foto heb ik genomen. Hij was dus het tweede zoon van Amalia en Anthony. Nou, en dit zijn dan mijn kinderen. Dit is mijn zoon, oudste zoon is Dirk. Dit is Josiem. Dit is Farald. Dit is mijn dochter Maria. Mijn grootvader was M-A-Z-E-R. En mijn grootmoeder was Amalia Vrijmersum. Ja, is een foto van haar. Ze was een gezellige vrouw. Je kon elke dag een snoepje vinden na school. Weet u? En dat pand is er nog aan de Steenbakkerijstraat. Dat weet ik van haar. En ze was een heel vrome vrouw. Elke zondagmorgen moest ik met haar naar de kerk. Ik heb het heel goed gekend. Daar is oma Amalia en daar is tante Hanna. Kijk, in eerste instantie dacht je, het is leuk, mijn grootouders zijn tentoongesteld. Later heb ik over nagedacht. In feite was het een koloniale tentoonstelling waarbij Holland wilde laten zien hoe zijn onderdanen eruit zagen. Hè? Ik heb zelf meegemaakt toen ik in de 50er jaren ging studeren in Holland. En dat je wel eens had dat een dame naar je toe kwam en vraagt of haar kind mocht kijken. Even wrijven om te kijken of je afgaf. Hè? Ja, maar ik vertel niets. Iets bijzonders, ik vertel wat waar is. Het moet niet de indruk wekken alsof ik zeg, ik ben er geweldig trots op dat mijn grootouders daar stonden. Dat is niet het geval. Ik vind eigenlijk dat ze dus werden tentoongesteld zoals men eigenlijk op een gegeven moment ook dieren kan tentoonstellen. Dat het niet was bedoeld om die mensen te eren. En het boek is dus bij het museum. En op die manier is hij de persoon die nu het meeste van weet. Ik hoorde voor het eerst over de wereldtentoonstelling toen ik, denk ik, een jaar of vijf was. Dit boek is, zolang ik me kan herinneren, in onze familie. August vertelde mijn vader een keer van Frits, je moet nu daar en daar naartoe gaan, want daar is een boek waar onze opa en oma in zitten. Dus zo is het boek in onze familie terechtgekomen. Ja, ik merk elke keer als ik dit boek open en iemand vraagt me van wat vind je ervan, krijg ik eerst altijd een soort rilling over me heen. Omdat het...
Ik weet niet waarom dit gebeurt. Het betekent... Het betekent heel veel voor mij om... om mijn overgrootouders zo te zien. Ik weet, toen ik klein was en op de lagere school zat, maakte ik domme grapjes dat ik zei... Mijn overgrootouders waren fotomodellen. En naarmate ik meer van die tentoonstelling wist, wist ik dat het een misplaatste grap was. Want ik denk niet dat ze altijd zich op hun gemak hebben gevoeld in die setting. Oké, zij waren hier en ik denk dat we allemaal als kleinkinderen iets fantastisch van ons leven hebben gemaakt. En dat ze heel trots zijn op al hun nazaten. Kijk, ik merk dat ik ben opgegroeid met een ander verhaal over het slavernijverleden. En als ik hier in Nederland vrienden, kennissen spreek, dan hebben die ook weer een ander verhaal gehad. En die verhalen zijn vaak niet echt aan elkaar gelijk. Hè? Dus ik bedoel, hier praat men echt over de Gouden Eeuw en hoe fantastisch het wel niet was. En ik heb een keerzijde gehoord, dus ik vind voor... Om nader tot elkaar te komen, vind ik het belangrijk dat beide verhalen verteld worden. Ja, dus wat ik hier verder nog uit het boek heb gehaald over mijn overgrootouders, is dat Amalia 24 was. Dat ze serveerster was in de huishouding in Paramaribo. Dat ze qua karakter heel lief was en... dat ze volgens mij een klein beetje Nederlands sprak. Van Richard weten we uit dit boek dat hij 28 jaar toen was. Dat hij van beroep timmerman was. En dat is grappig, want mijn opa Hendrik, die was ook timmerman. En Richard die sprak dus wel Nederlands en ook Engels. Nou, dit is dus Amalia. Mijn grootmoeder droeg kotor. Ja, ze was een kotovrouw, geenjurk, kotor. En als ik vanaf ik klein was, als ik zo naar haar keek, zag ik ook in ieder geval gezicht van mijn tante. En hier hebben we dan een foto van Richard. Dat is dus mijn overgrootvader. Haar oudste zoon was Samuel Frans Vremersum. Ja, nou, dit is dus de foto van Samuel Vremersum, mijn vader zijn vader. En mijn vader heet August Richard Vremersum. Zijn oma, dus van vaders kant, Amalia, want zij sprak het uit Frimasson. En ik weet het niet, maar hij zei het is Vremersum geworden, want dat was het niet. En deze groep mensen is toen gegaan naar die wereldtentoonstelling in 1883 of zoiets. Hè? Zij waren overgebracht naar Suriname om te komen werken op de plantages. Ja, uiteindelijk zijn ze gegaan naar Holland als een soort tentoonstelling in een etalagekast. Hè? Ik bedoel, dat was gewoon een mensententoonstelling. Dat soort dingen, ja, ik wist niet dat ze dat soort dingen deden, maar het is wel gebeurd. En het was geen leukigheid. Ik had niet de indruk dat ze stonden daar verplicht. En die foto's die je van die tijd zag, zag je ook dat het geen leuke, smilende gezichten waren. Het waren hele strakke gezichten, hè. En als ik ook naar die foto's kijk die hier gemaakt zijn, ziet niemand er vrolijk uit. Ik vond het echt net een dierentuinsituatie waarbij je dieren zo zet en mensen mogen komen kijken van... Zo, oh, dat zijn die mensen van Suriname. Oh, meegens, kijk die vrouw, wat heeft ze aan? Nou zeg, weet je, die uitstraling van die mensen, trouwens dat heb ik allemaal van het net, maar dat was echt helemaal geen leuke blik. Het was serieus, ernstig, misschien ook een beetje peinzend. Het waren trouwens niet alleen Indianen en
stadsnegers en bosnegers. Maar er waren ook er was één Hindoestaanse vrouw erbij. Ja, in zoverre dat ik altijd wist dat er een zeg maar wereldtentoonstelling Alex Newman Zoo hier op de Museumplein is geweest. Maar ik heb me daar niet zo mee bezig gehouden in mijn hele ontwikkeling als beeldhouwer op zoek naar identiteit. Het was altijd wel in de familie bekend dat de moeder en de grootmoeder van mijn vader hier in Amsterdam zijn geweest. 1883 is ze geronseld voor de museumplein, de tentoonstelling. Elisabeth Mundy is de grootmoeder van mijn vader. Harriet Mundy is de moeder van mijn vader, ja. Plotseling word je elke keer als je atelier binnenkomt geconfronteerd met een foto. Dat is een krachtige foto. Mijn atelier is best een heel openbare plek, dus ik zie ook hoeveel mensen op haar foto reageren. Als je uitgaat van de Afrikaanse identiteit en slavernij, wordt altijd gezegd 1863 afgeschaft, of in de tsunami misschien 1873. Lijkt net alsof hij bevrijd is. Ik bedoel, de monster heeft gewoon een andere masker aangetrokken. En op geen blik, als je zo'n foto in je atelier hebt, je bent kunstenaar, ja, dan gaat het natuurlijk heel diep binnen in je opraat. En het feit al dat zo'n koloniale tentoonstelling, mensen worden tentoongesteld om te laten zien dat ze inferieur zijn. Daarom ook de benaming Human Zoo. Kennis krijgen over onze historie, want er is altijd gezegd dat wij geen historie hadden. Een van de concepten van het kolonialisme is juist dat onze verhalen niet bekend gemaakt moeten worden, omdat anders wij te menselijk zijn. Juist door het openbaar maken van zulke verhalen kom je op de discussie over menselijkheid. Hoe gaan we met elkaar om? Dus in een hele discussie naar een nieuwe menselijkheid zijn deze verhalen gigabelangrijk.